Ja, Pas op straat? Dit is 5 jaar. Om Bharamadharam Samayuktam Lobhamoha Vivarajita Yena Dahante Divya Atma Divya Lobha Shanti, Shanti, Shanti. Klaargestoomd, hard gemaakt. Gezamenlijk zullen we u trots maken, zodat u van bovenuit kan kijken en zeggen aan uw vrienden daar: Ishi, mi beregel alles aan kwa. Alles wat ik heb opgebouwd, blijft gewoon doorgroeien en bestaan. Pa, misschien had God u nodig om ergens anders iets moois te bouwen. En moeten wij doen met de tijd dat ons gegund was. Onze guru, mijn hieron, wij zullen u missen. Bedankt dat jullie alle vandaag hier aanwezig zijn om de laatste groet uit te brengen aan onze broer. Toen onze vader op 47-jarige leeftijd overleed en mama achterbleef met 9 kinderen, ontfermde onze broer Dilip, de oudste van de kinderen, zich over ons. Hij was toen pas 28 jaar. Hij heeft gezorgd dat wij allemaal goed terecht zijn gekomen. Hij heeft altijd klaargestaan voor al zijn broers en zusters. Na papa's overlijden heeft hij de volledige verzorging van zijn moeder op zich genomen. Hij heeft er altijd naar gestreefd om een succesvolle ondernemer te worden, met als droom het hebben van de grootste firma binnen Suriname. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft resultaten geboekt die een mensenleven waardig zijn. Dilip Sarju is een brand geworden die sporen van succes heeft achtergelaten. Think global, act local hebben mogelijkheden voor hem oneindig gemaakt. Immers, zijn lijfspreek is: the sky is the limit. Voor zijn land heeft hij de score omgezet in nationale bedrijvigheid. Zijn sociale verrichtingen waren niet voor het nieuws en ook geen publiek festijn. Hij liet zoveel meer en wilde om zijn bescheidenheid er vaker niet bij zijn. Maar hij heeft genoeg kansen benut om succes te boeken. Waarom dan niet teruggeven als anderen om hulp zoeken? Rest in peace, great one. You have made us proud. I never met a greater person in my entire life. He loved his family with all his heart. He loved Suriname to infinite
distances. But most importantly, it was his intellect and his fantastic memory. It was photographic. I will never forget everything that he meant to me. I am a much better man because I met him. And he was the greatest friend anybody could have. Farewell to a man who will always be my hero, who will always be my mentor, who will never be with us again, but is permanently etched in my heart. The reading and the practices and his moral high and his integrity will stay with me until the last day. You'll always be my boss. You'll always be my friend. And you will always know that I will follow the legacy that you left and continue the vision that you want so much. Varsh, Miss Hannah, Ryan, Sky, on behalf of Farida and our entire family and all the staff of Rhodesia in Guyana, we want to express our deepest, deepest sympathy. Boss, God bless you, and until we meet again. Dosti ye dosti hum nahi todenge. Well, the karma and dharma of Mr. Dilip Sarju is phenomenal, and that would be an understatement. This gathering alone, comprising of so many distinguished persons from many parts of the world, by itself is but a testimony of the accomplishments and actions and karma and dharma of Mr. Sarju. Coming from very humble beginnings, he established a commercial empire not only in Suriname, but across the Caribbean region and even further afield. He was a great friend to our government, the government of Guyana. He was a great friend to our party, the People's Progressive Party. He was a great investor in our country, and the government of Guyana, the people of Guyana, and certainly His Excellency the President, on whose behalf I am speaking, we treasured the relationship that we had and we hope to continue to have with Mr. Sarju through his company. De afgelopen half jaar heb ik met Dilip veel gesproken. Hij vertelde ook dat hij bezig was alles over te dragen aan Warsha en met pensioen te gaan. Tegen Warsha had hij gezegd dat het op 15 januari 2023 zou gebeuren. Wat macaber. Dit werd toevallig de dag van zijn overlijden. Warsha, ik hoop dat je als nieuwe CEO ook het volledige vertrouwen van de directie en anderen mag genieten om op jouw manier
het verder op te bouwen. Ik wens je veel power, heel veel succes. Spelenderwijs bond hij mij van jongs af aan al aan het bedrijf. Hij heeft nooit onderscheid gemaakt dat ik een meisje was. Hij was er juist trots op. Zijn dochter zal zijn legende voortzetten. En ik zal dat ook doen zoals ik dat beloofd heb. Uw legacy, Rudisa Group of Companies, laat u achter met 1200 tellende man. Maar maakt u geen zorgen. Met behulp van alle kennis en de tools dat u ons hebt aangeleerd, zal uw schild ons altijd blijven beschermen. Deze grote Surinamer heeft me heel erg blij dat we met staatseerbetoon kunnen cremeren straks. Dylan, bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Bedankt voor wat je voor Suriname gedaan hebt. Bedankt voor wat je voor mij gedaan hebt. Het gaat je goed in de nieuwe dimensie. En we gaan boom, Mati. Mati, Dilop Sadio, de Iron Man is heen gegaan. Suriname heeft een grote zoon verloren, een vriend van velen en doorgewinterde ondernemer, een politicus, maar meer nog een zorgzame echtgenoot, vader en grootvader. Een waar voorbeeld voor velen onder ons. Een groot leider, een strateeg, een man met visie en liefde voor Suriname. Daarom verdient hij het ook om met staatseer geleid te worden naar zijn laatste rustplaats. Dilip Sardiu, de Heer heeft jou tot zich geroepen. Ik zal voor eeuwig afscheid van jou moeten nemen, maar ik zal nooit afscheid nemen van wie je was en wat je voor mij betekend hebt. Ik ben dankbaar dat ik jou als vriend mocht hebben. Dilip, Wakaboom, thank you. One day, if God wants it, we shall meet you back. Namaste. Varanobhyo sudhaswaham, naabhye namah sudhaswaham, bhute namah sudhaswaham.
Om dharma dharam samayuktam lobha moha vivarjita yena dahante divya atma divya loka Dharam Gagana Sadhrisham Meghavaranam Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalanayanam Om Shanti Shanti Shanti.